GTA 5. Wat GTA 5 is. Dat is een soort fictieve game, een fictieve stad, zeg maar. Waar je dus eigenlijk van alles kunt doen. Alle slechte dingen die het leven biedt, maar ook alle goede dingen. Je kunt eigenlijk een hele eigen leven, eigen wereld maken, zeg maar, in de stad Los Santos. Misschien wel leuk om te weten dat dit spel alleen al in de Benelux, zeg maar, 600.000 keer uitgeleverd wordt op releasedatum. Dus daarmee ook de grootste game release ooit in Benelux, maar ook wereldwijd. Dus ook de grootste release. Wat ook leuk om te weten is dat het spel 250 miljoen dollar gekost heeft om te maken. En dat ook nog eens een keer door de uitgever ook nog een keer een bedrag van 250 miljoen geïnvesteerd is om voor de marketing. Dus het is een enorm grote game, de grootste ooit. En vandaar dat heel veel mensen op dit moment interesse hebben om het spel te kopen en te spelen.